en uw bed om in te... Hoi iedereen, vandaag ga ik jullie even meenemen in de mini-versie van onze caddy camper. Ik ga er even tussenuit voor een paar dagen. We gaan even gaan zien hoe dat je heel makkelijk zo'n auto of iets dergelijks kunt ombouwen tot een lekkere knusse slaapplaats. Alright, kom je mee me? We gaan even gaan zien. Even mee naar de auto en toon jullie hoe dat deze in zijn werk gaat. Zoals je ziet, daar heb je een kleine kofferbak. Even van dicht. Hier. En dat gaan we omtoveren tot een slaapruimte. Zoals je ziet. Op. En normaal gezien een volledige achterbank. En we gaan deze omtoveren heel makkelijk tot een bed. Volg je me? Ja. Oké, nu dat de zetels plat liggen, heel handig. Ik heb zo'n bak gemaakt met een uitschuifbaar stuk, waardoor je eigenlijk heel makkelijk je eigen bed kunt gaan maken die steunt op de zetels. Dus je kunt hem heel makkelijk ombouwen, je hoeft er niks voor te doen, not totaal. Je kunt heel makkelijk deze bed opengooien en ik ga jullie nu een keer doen hoe dat eruit ziet. Hopsa. Klein verstevigingsstuk. Plaats. En voilà. Opzij. Stevige matras. De plank moest niet te dik zijn, van alles zit goed ingecapsuleerd. Dus ik kan geen weg. En op die manier hebben we een bed. Nu moeten we deze nog gaan omtoveren tot een slaapbare plaats. En deze doen we nu. Voilà. Met ons bed. We zijn klaar voor te vertrekken. In luttele minuten kun je werkelijk uw auto ombouwen tot uw eigen slaapplaats. En in ons Belgisch landje is het altijd wel handig als je zoiets verandert, want het weer kan nogal snel omslaan. En bij deze, op deze manier zijn we heel mobiel en kunnen we heel makkelijk overal slaan waar dan betreft komt. Alright, zoals je ziet hebben we ons bed klaargemaakt. We zijn klaar voor ons volgende avontuur. En het is heel makkelijk, dus het bed plooit heel snel en vlot open. En zoals je ziet hier onderaan hebben we nog wat stockageruimte. Bovenaan wat stockageruimte. Ook aan de zijkant kunnen we nog het een en het ander kwijt. Dus dat zorgt ervoor dat we alles bij de hand hebben. En het enige dat we eigenlijk nodig hebben is nu is een plan. En een potje motivatie om aan te zetten. We gaan voor dit tochtje met de caddy op stap. Waarom? Omdat ik heb graag mijn materiaal bij mij om mij uit te drukken, zijn er mijn camera's. En als je daarmee op stap gaat, is het altijd leuk als je dat wel veilig kunt opbergen. Dat is iets moeilijker in een tentje of als je met de fiets erop uittrekt, wat dat uiteraard de duurzamere optie is. Maar voor deze wil ik er echt even een vlog van gaan maken en heb ik wel wat materiaal mee. Ten eerste kun je het makkelijker vervoeren en ten tweede kun je het ook veiliger stockeren. Dus voor deze keer gaan we voor de optie caddy. Alright, nu dat bed erin staat, kunnen we heel makkelijk ons materiaal in de voorziene ruimtes door gaan installeren. Alles is op maat gemaakt, zodat alles er direct in past. Je kunt overal snel bij, als je iets nodig hebt, je keukengrief, kookgrief, fotomateriaal en dergelijke. En je bed om in te...